Wendy van Dijk deelt openhartig haar gevoelens op Instagram Stories, waar ze haar bewondering uitspreekt voor de ongelooflijke kracht en positiviteit van haar dappere dochter Lissy, 13. Lissy kreeg onlangs de diagnose van een zeldzame bloedziekte, maar ondanks de abrupte wending in haar leven blijft ze vastberaden en houdt ze haar hoofd hoog. Wendy deelt trots haar gevoelens en benadrukt de bewonderenswaardige gemoed van Lissy. Enkele weken geleden maakte Wendy bekend dat ze tijdelijk stopt met werken, een beslissing die ze nam om de gezondheid van Lissy te waarborgen. De kwetsbaarheid van haar dochter staat centraal in deze keuze, waarbij Wendy benadrukt dat ze op dit moment niet deelneemt aan opnamedagen met veel mensen. Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing voor het welzijn van Lissy. De liefdevolle steun van Wendy en haar trots voor Lizzie schijnen door in elke zin, terwijl ze als moeder haar dochter bewondert en ondersteunt in deze uitdagende periode. Het is een verhaal van veerkracht, liefde en familiebanden, waarbij Wendy haar platform gebruikt om de positiviteit en kracht van Lizzie te delen met de wereld. De presentatrice laat een inspirerende boodschap achter voor haar volgers en anderen die mogelijk met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. De woorden van Wendy getuigen van een diepe verbondenheid met haar dochter en een vastberadenheid om samen door deze moeilijke tijd heen te komen. Een opmerkelijke uiting van liefde en steun, waarbij de gezondheid van Lizzie op de eerste plaats komt. Wendy van Dijk toont niet alleen haar professionaliteit als presentatrice, maar ook haar kracht als moeder die haar gezin op de eerste plaats zet. Het is een verhaal van moed, doorzettingsvermogen en familie dat velen zal raken en inspireren.